Een duivelse boevenbende trekt door onze streken. De Boekeriers. In al deze onrust en angst is de hoop gevestigd op de schout Paul Pendris en zijn adjunct Jan Klerks. Nergens is het veilig. Maar Zijk, Ophoven en Bree. In één nacht. Dat moet het werk van de duivel zijn geweest. We komen 's nachts. En pakken alles met zich met. Nu moest dicht die Boekeriers vingen. Dich moest ze allemaal vingen. Huur ze mich, Jan. Ik heb Gods kracht nodig om dit werk te kunnen doen. Dat weet ik. Je moest het vlees prepareren, zodat de geest binnen kan komen. Zus, doe niet wat er met hem gebeurt. Heer, trek ons allemaal met een deprig in. Dich moest hem tegenhouden. Hij zal wel lezen. Nee, dat deed er niet. Weet ze wat? Als het niet wil zien, dan zussen het maar niet. Zit jij nu nog helemaal? Helemaal gek geworden. Ik heb gedaan wat moest gebeuren. Deze Boekeriers zijn gevallen voor het werk van de duivel. Ze zijn niet alleen haar deugd kwijt en haar hoes, maar ook haar ziel. Ze zullen branden tot in de eeuwigheid voor haar zoon. Heb je de schout? De duivel die heeft geen bokken nodig met vleugels. Want de duivel die vliegt niet door de nacht. Hij tovert geen vuur uit de dieptes van de hel. Hij loopt onder ons. Hij is in ons.